Het is! Echt niet. Het is! Nee. Oh, niet! Dit is ziek! Klaar. Hij mag openen. Het is een speciale video vandaag. Oh ja. Want we hebben... Een? Ja, een. Geen een? Oké. Okay. De? Maandelijkse. Rewards. Ja, dacht je wel dat ik ging zeggen. Ik dacht een leuke dag, of een bijzondere avond. Ik weet niet, man. Een raar gevoel. Ja, ik heb wel al dus een paar dagen hoofdpijn. Misschien kan het daardoor komen. misschien is dat een heel goed teken. Ja. Dus je moet in het diepste dal zitten voordat je er uit omhoog wil klimmen. Dus ja, voordat je weer zeg maar een berg op wil klimmen, moet je helemaal onderin het dal zitten. Ja, exact. Zeg ik op windsport ook wel een paar keer tegen je. Ik had vandaag zo... Ja, laat het, dat duurt te lang. Nee, zeg maar. Keek Dr. Phil, was op tv. Kijk jij Dr. Phil? Nee, het was op tv en ik zat ondertussen op mijn PlayStation, maar dan heb ik... Ik kan en gamen en ik heb tv vaak op de achtergrond. Oké. Ja. En toen hadden ze een ruzie. Ja. En toen zei die persoon van, waarom bemoei je eigenlijk met ons? Tegen Dr. Phil. Ja. Toen zei hij van, nou, jij zit in de put. En als je in de put zit, dan kan je niks zien, zei hij. Hè? Zei ze, klopt. Hij zei, en ik sta op de rand van de put en ik kijk er overheen. En kan ik dan meer zien dan jij? Zei ze, ja. Hij zei, nou, daarom zit ik hier. Goed verhaal. En wie staat er nu aan de rand van de put? Weiland. Jij en ik zit diep in de put. Weiland staat aan de rand van de put. Zal ik dat als titel doen? Ja. We staan aan de rand van de put. En El Jocho, ik mag ze openen. Oh ja, sorry. Jou. Moeten we je wekelijks ook nog laten zien of is dat... Oh ja, doe maar lekker. Doen gewoon alles van mij eerst en dan alles van jou. Ja? Ik voel goed. Dat daar gaat-ie. En dat de juiste richting is voor vandaag. Ja? Ben je goed in beeld, jongen? Ja. Kom maar gezellig bij mij, jongen. Kom maar. Kom maar, jongen. Beetje mutsje. Je bent goed gemutst. Lekker mutsje. Is dat goed tegen de hoofdpijn? Ja. Weet je wat goed werkt tegen de hoofdpijn? Als ik nou voor jou gewoon Ronaldo of Aguero even uit je mond liet spek. Ja. Hier, kijk eens, jongen, weer dat tenuutje. Ik snap niet dat ze elke keer datzelfde tenu geven. Ja. Wat is dat voor bullshit? Het boeit ook geen... De ene reden of je elite 1, 2 of 3 bent gaan. Iedereen heeft dat outfitje. Ja, daar gaat hij. 0 munten. Ja. Helaas. Stuur maar naar de afgrond. Stuur maar de put in. Diep de put in. Wil ik Tom nog nooit horen zeggen. Wie trekt mij uit de put? Ja, jongen, 200k pakket. Wat is dat dan? Dat is ons geluidje. De ene week heeft hij iets in zijn neus. De andere keer zit het in mijn strot. De andere keer likt hij het eruit. Oké. Wat 200k pakketten? Heb je dat bij Goud 1? Ja. Ah, dat is toch best redelijk, serieus. Waarom? Op een gegeven moment ben ik zo klaar ermee. En dan denk ik van ja... want die drie spelerspakketjes, ja. Dat is toch nooit wat. Precies, daarom. Dat is elke keer gewoon 30k en niks meer, niks minder. Precies. Oké, jongen. Diep te putten. Hier heb je wel 2 keer een kans op een icon. Daarom. Ik kan beter Goud 1 dan Elite 3. Ik heb al geklikt. Oh. Maar, hebben we borden? Ja, dat zijn toch gewoon 2 keer borden? Kijk, we hebben borden! Groen? Een groene! Wat is dit dan? Wat is dit? Wat is dit dan? De Collide. Die kan ik het ook een keer zeggen. De Collide? Koscielny. De groene, zag je dat? Ik schrok me de tieren weer. Zag je dat? Ik zag, ben ik nou... Nee, je bent heb niet... Heb ik nou hoofdpijn of zie ik het goed? Dat wel. Koscielny. Maar is het dan niet Sieks? We hebben je grote vriend uit Nijmegen. Ja, nee. Oh, sorry. Dit is transferlijstje? Ja. En de rest kwikcellen? Ja, alsjeblieft. Maar die Bernat was laatst nog heel veel waard, hè? Oké. Okay. Laatst hadden die gekwikseld, dan ging hij voor 6k. Kijk, nu gaat hij ook voor 4k. Oh, nou. Zet hem er ook maar op, dan. Zie? Het is maar goed dat weer Weiland weer zo scherp is. Ja, want ik had hem de put ingestuurd. Precies. Kijk, jongen. Kijk, jongen. Gaan we Ebolo nog pakken vandaag? Embolo. Embolo, ja. Wie weet, dan moet hij hierin zitten voor jou. Is het weer iets ziek? Het zijn weer borden! Hij is weer zo groen, wat is er aan de hand? Ja, dat is wij dus, weten dat weer ik niet. Ik weet het, ik weet dat het is. Ja? Dat is toch die update? Oké. Zo! Ja. Zo, die is 84 nu? Ja, die gaat wel 40k weg, denk ik. Ja? Ja? Dat is lekker hoor. Ik denk dat hij wel. 40k? Helaas, oh, jongen. Wat zei ik? 18, 22 zag ik hem voor. Okay, dat snap ik dan niet. Dat was Martial. Iemand hier dus. Oh, deze is LV. What the fuck? Daar bieden ze dan een keer 22 op. Dat is ook gaar. Martial was, ging wel echt, toen net die upgrade had, ging hij echt 40k weg. Nee. 20 zet ik erop, ja? Ja, doe maar. Wat wil jij? Ja, doe maar. Je hebt wat van die raar. Je moet wel iets harder praten. Je bent soms zo zacht te verstaan. Ja, doe maar. Oké. Doe maar. Heel goed, jongen. Kijk eens, jongen. Allemaal lekker naar het transferlijstje. Ja, allemaal transferlijst. Heel goed. Kijk, hij leert wel snel. Hij praat wel meteen harder. Zo, kijk hoeveel slechte space hierin zitten. Je grote vriend. Happy. Zit ook altijd bij de Bella Roma. Kwikcellen. Ja. En je kwikcel. Heel goed. Oké. Hier heb je de hele maand voor gedaan. Precies. Hier heb je de hele maand voor gezweet. En je hoofd op hol laten slaan. Denk je dat Vitesse trots is? Tuurlijk. Als hier iets goeds uitkomt.
Dan worden we allemaal blij. Oh ja, voordat ik deze open... Kijk, mensen skippen ook allemaal naar dit moment. Dit is het moment. Volg dat jog even, als je het nog niet hebt gedaan. Gaat hij er doorheen hoesten? Sorry. Gaat het, jongen? Ja. Sorry, ik besefte dat ik niet zo heel lief was met die reactie. Ja. Volg El Yogo. Ik heb misschien de vorige keer iets oneerlijks gezegd. Ik zei dat als mensen zoeken op YouTube naar El Yogo, dat ze jou vinden. Dat is helemaal niet waar. Ik ging zoeken. Ik kreeg iets heel raars. Ja? Dit. Pak ik er even onder. Maar als je El Yogo zoekt, vind je hem niet. Maar zoek gewoon Pasky Rokus. Abonneer je even. Hij maakt hele leuke video's over weekend leaks, squad builders. Van alles en nog. Player reviews. Fortnite. Oh ja, Fortnite. Hou je van Fortnite? Moet je mij volgen. Vind je Fortnite leuk? Volg El Yogo. Hij zit bijna op 10.000 abonnees, dus doe maar even. Precies. En dan klik ik nu. Oh ja. Doe je oogjes dicht. Bij maandelijks altijd oogjes dicht. Oh ja. Je weet het. Heel goed, jongen. Kijk, die moet je ook. Je lijkt je net op de man die laatst de buren had overvallen bij ons in de buurt. Oké, het is rood. Je hebt border. En niet. Oh, kerel, mijn hart stond even stil. Wat dan? De Portugese vlag. Niet. Ja. Oh nee. Maar het is hem dus niet. Oh nee. Oh nee, ik weet het al. Wat dan? Centrale middenvelder? Nee. Huh? Wie dacht je dan? Weet ik niet. Hè? Ik zeg maar wat. Jongen. Wat een figuur. Hij heeft 5-star skill moves. Oké, Quaresma. Nani? Nee, je eerste was goed. Oké. Quaresma. Maar... Maar, daarachter zit niks. Goed, deze maand. Ik weet het niet. Die Quaresma misschien wel super subje. Nah, hij is niet super snel alleen. Oh, jij dacht die... What the fuck? Die is ook Portugees. Ja, hem dacht ik. Batshuayi, zou dat wat zijn? Twee keepers. Ze naaien altijd met keepers, jongen. Oh, die kost iets. Hier, kijk eens. Yes. En daar is hij weer! Embolo! Ebolo! Ziek dat hij daarin zit. Heel ziek. Dus dit maakt mijn hele dag goed. Ja, wel echt ziek dat hij er weer bij zit. Serieus, die kaart, 86 snelheid, hè? Ja. Hij kan alleen echt niet schieten, die gast. Ik was helemaal vergeten dat hij er ook in kon zitten. Afstandsschot 67. Weer Ebolo. Geniaal, Ebolo. Kijk eens wat een mooie handdoek er ook weer bij zit. Wat is dat? Oh ja, dat weet ik. Welke dan? Bosnië. Goed zo, man. Weet je, kost iets, weet je deze ook? Chili. Goed zo, man. Weet je, we moeten positief in het leven staan. Heel goed, jongen. Ik denk dat de kijkers blij zijn met je. Ja? Ja. Zeker. Maar ik denk dat het wel... Het spektakel moet in deze video toch wel een keertje van weiland komen, denk ik. Precies. Ik heb eigenlijk altijd beter dan jij. Meestal wel. Daarom, je mag niet ontevreden zijn. Oké, zullen we naar accountje van weiland? We moeten hem in een beeld zien. Zo. Zo. Het is het licht dat we willen zien straks. Precies. Maar dat krijgen we nooit. Ja, ben je de nieuwe of de oude? Ik heb je de nieuwe gegeven. Ik wilde die oude... Ebolo. Ik hoop dat jij hem ook krijgt, jongen. Dan is echt onze maand goed. Die Arias, ik denk dat ik die Arias pek. Ik pek op een of andere manier al die Eredivisie in vorms. Ik denk dat je een groene kaart krijgt. Maar oprecht, weet je waar het vandaan komt? Ik zie inderdaad zo'n groene dat waas. Is player upgrades. Oh, dat... Hey, een inform! Een Uit Noorwegen, Jarstein. Hoe weet je dat, kerel? Echt, jongen. Hij speelt het echt een veel dit spel. Iedereen die een Noorse vlag en dan een keeper ziet, die weet wel dat hij dat is. Zo. Zo. Het is vrij aardig. 3 maanden geleden wel. Doe maar alles naar de transferlijn. Tot daar. Ja, tuurlijk. Heel goed, jongen. En we zitten bijna op 150k. Kom maar. Precies. Wat ga je ermee doen? Suarez spits. Het is weer borden. Het zijn borden. Geen inform. Ik hoor je niet, jongen. Oh ja. Een Kroaat. Ik kom straks. Modric. Oh. Zo. Zo. What the fuck? Jezus, Mina. Ja. Hé, die gaat wel 100k? Nee, joh. Nee? 40? Nee, joh. 40k? Modric? Weer stroop, man. Wat moet ik met die stroop, man? Nee, joh. Wat? Ja, yeah, jongen. Ik ben teleurgesteld. 100k kill. Ja, dat zei ik 3 maanden geleden. Nee, je hebt gelijk. Sorry, jongens. Ik heb 3 maanden begraven gezeten. Jezus. Jezus, man. Weet je die hart zo? Wat is dat? Ja. Deze mogen allemaal wel. Ik vind die hart. Iwobi. Iwobi. De broer van Emboli. Ik wist. Oké. Okay. Wat was dat voor handdoek bij Iwobi? Zwitsers? Nou ja, bij Embolo, ja. Oh ja. Iwobi was volgens mij Nigeriaans. Oké, komt-ie, ja. Team of the week. Team of the week? Team van de week. Team van de week. Team van de week. Team of the week pakket. Wat zit erin? We hebben borden. Het is glimmend. Het is glimmend en zoet. Oh. Niet. Het is ongelooflijk. Ik zei het je nog. Ik denk dat ik die Arias pek. Het is ongelooflijk. Ik dacht, het is Falcao. Het is Games. Het is Bakka. Ik dacht Valencia. Ik dacht, ja, precies. Want die zat er niet in. Nee, maar Valencia is Ecuador. Dat is toch dezelfde. Hierom hou ik van die jongen. Het is ongelooflijk. Hij is zo ongelooflijk. Hoe zou ik het zeggen? Best goede kaart die Maar waarom hij is die zo onverschillig. In vorm, joh? Het slaat niet meer. Want die heeft gescoord tegen Feyenoord. Nou, dat deed Lins de laatste 2 keer en dan krijg je niks. Ja, precies. IE, jongen.
Jullie maken hier niet... Waarom is Brian Linssen nog geen in vorm? Precies. Waarom heeft Brian Linssen nog geen in vorm? Geef jij het antwoord? Nou, dat vroegen ze ook bij Vitesse al. Ja. Weet ik ook niet. Vorig jaar kon je nog lekker een keer met zo'n kaartje lopen voor Van Wolfswinkel. Ja, Van Beker. Ja, toen waren mensen nog blij. Oké, we hebben geklikt. Of ik heb geklikt. Ik wil Suarez, jongens. Kom op, doe de Uruguayse vlag. Ik weet wie het is. Het is toch ongelooflijk? Ja. Het is toch, maakt helemaal niet uit of je toch ongelooflijk. Het maakt niet uit of je goud 1 of elite 1. Maar ik zou nooit even zo'n Suarezje pakken. Nee. Het zal nooit eens. Nee, het maakt gewoon niet uit of je elite 1 of goud 1 haalt. Doe je petje maar voor je oogjes. Ja, daar was het nou doorheen vandaag. Ik heb honger. Nee. Stond de spits. Dan moet je weer snel naar huis. Wacht er een dame op je. Nou, was het maar. Dames, vrijgezinde dames van Nederland. Boer Paskie zoekt nog een vrouw. Precies. Hij is door de brieven heen gegaan vorige week, maar... Precies. Het was allemaal niet goed genoeg. Ben jij er klaar voor? Dat is de vraag. Ben ik er klaar voor? Ja. Ja, weet je waarom ik er snel heen ga? Dat scheelt Bart straks minder edit. Hey Bart, dat doe ik voor jou. Heel solidair van jou. Sociaal. Jou liet ik nog wel eens de hele avond strijden als een... Otter. Als een otter zonder tanden. Wat? Dat is een bever zonder tanden. Ja, dat is wel zwaar. Daarom. Een otter. Hoe ziet een otter er ook weer uit? Dat is een soort bever, toch? Oké, dit duurt te lang. Ik heb de regie. Doe maar, jongen. Ik doe mijn petje voor mijn oogjes. Echt niet kijken. Doe want ik. Jij kijkt nee, altijd sneaky. Nee, ik kijk nooit, jongen. Oké. Heb je al geklikt? Ik ga heel even een moment nemen. Dit moet gewoon een keer iets goeds worden. Ik ben pas blij bij de Uruguayaanse, Argentijnse, Portugese. Oh, ik heb geklikt. En het is een inform van de afgelopen maand, februari. Het is een Portugese vlag. Echt niet. Het is... Echt niet. Het is! Nee. Oh, niet! Dit is ziek! Niet. Het is echt ziek! Weet je wie het is? Echt niet. Hij heeft 5-ster skill move. Ik zie het, die bespiegeling van de tafel. Kutzooi! Oh. Wat? Hoe kan dit nou? Ik dacht serieus, ik dacht nu Portugees. Ik zei toch elite 1? Het is toch om te janken? Goud 1, elite 1, maakt niet uit. Elite 2, mondlief, elite 1. Ik zei het toch, jij krijgt gewoon 5,78's extra. En ik weet niet wat je ermee kan, maar dat is het verschil. Dit is toch ziek? Ja, dit is echt ziek. Dit is toch dit ziek, Dit is echt jongen. Ziek. Je hebt gewoon dezelfde speler. Terwijl ik heel vaak dacht na een paar potten nog van... laat maar dan maar niet. Zou ik verder klikken? Ik ben zo teleurgesteld. De ene maand denk ik... Ja. Stel ik me erop in, maar ik had hier echt... Echt dat is echt niet normaal. Dus, kijk, weet je wie je wel hebt? De licht. Nou, yes. Misschien... Kijk, eerlijk, als jij Ebola ook hebt, dan zijn we allebei blij. Dat is het enige wat dit nog kan redden. Komt hier, zie je die handdoek bij Jovetic? Nee, ook geen Ebola. Het kan nog steeds. Nee, ook dat zit hier niet in voor Weiland. Maar zie je dat verschil? Wat is het verschil nou? Oh, mijn jongen. Je gaat er niemand van gebruiken. Het is toch niet normaal? Jij hebt misschien nog slechter dan ik? Ja. Ja, het is in ieder geval niet beter, laat ik het zo. Nee, alleen die AK het is misschien. Precies hetzelfde. Die Quaresma, Carvalho en dan die doelman. Precies ja. Hetzelfde. Ja. Ik had ook gewoon nu gewoon geen verwachting. Ik ging, Nee, ja, ik had eigenlijk... Klopt, heb ik normaal ook niet. Alleen ik had het nu wel weer een beetje. Ik dacht van, kom op. Maar na 85 rating, Quaresma is jouw best. Is om te janken. Terwijl je misschien 5-6 winst van top 100 afzet. Maar al pet je Kroos of zo, weet je wel? Ja. Oh jee, komt-ie. Nou. Ronaldo, Aguero, Higuain, Kroos, Cavani, Mertens, Lewandowski. Of nee, Hummels, sorry. Salah, Boateng, Firmino, Ruffier, Alexandro, Vertonghen, Parejo... Kramaric, wie de fuck is dat? Glik, ja. Alba, Asensio. Allemaal niet, hè? Nee. Maar hoe chill is zo'n Salah 90 of zo'n die Alexandro in vorm. Oh, nee, dat is een linksbuiten. Maar Firmino of zo, ja, weet je, dat zijn allemaal best prima gasten. Ik dacht heel even van jouw stem te horen net dat het echt Ronaldo was. Heel even dacht ik van... Weet ik. Hij zei, dit is echt ziek. Maar het is weer ziek kut. Ik pak ook elke keer twee keer hetzelfde. We hebben elke video weer, en nu pak ik weer twee keer die Jarstein. Ongelooflijk. Wil jij hem afronden, jongen? Zeg oh, ja. Even één keer dat ze jou moeten volgen. Volg mij als je veel plezier wilt hebben. Geweldig, wat een verkooppraatje. Link staat in de beschrijving, ook in de eerste reactie. Strijders, dankjewel. Ongelooflijk. Je hebt echt verdrietig, hè? Ik merk nee, het. Maar, jawel, ja. Maar echt, nee, maar kijk. Jawel. Ik verwacht niet zo'n hele hoog. Alleen kom op, even een 87 hier. Even die Mertens. Precies. Boateng. Eén zo'n Mertensje. Ik hoef geen superster. Doe gewoon even één leuk ding. Alleen al voor de video. Ja. Treurig. Misschien moet ik nog maar een keer een kritische video maken. Over de reward. Ja, precies. Maar even serieus. Nou, die het kan is absurd hoeveel eigenlijk je aan geld besteedt en je niks ervoor terug. Ik had ook laatst €400-500 filmpje. Maar kijk, het is vooral zielig. Kijk,
voor mij vind ik het nog niet eens zo heel erg. Maar moet je nagaan dat je echt gewoon een hardwerkende, gewoon een jongen van 14 bent. Ja. Weet je hoe vaak mensen... En je haalt elite 1 en dan denk je, maar weet je hoeveel mensen... krijg je dit. Weet je hoeveel mensen jou een... heb je dat ook vaak? Krijg je van die DM's van mensen? Ja. Pas ik jezelf €100 besteden, denk je dat het waard is? Oh ja, nee. Misschien 100.000. Precies. Goed. Jongens, Strijders, dank je wel. Meisjes ook, dank je wel. Adios. Ciao.